VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Goedemiddag in de Radioclub, Jason Bradley. Goedemiddag. Goedemiddag. Hè. Zeg, Jason, je hebt een nieuw album uit. Vertel even. Ja, inderdaad. We hebben dus een nieuwe full album uit met 10 fantastische nummers. Laten we zeggen, allemaal bekende groeters. Dus geen nieuwe liedjes deze keer, maar eigenlijk een selectie van 10 van mijn grootste favorieten eigenlijk, ja. Dan heb je eigenlijk moeten heel wat favorieten opschrijven en dan een keuze maken, want je hebt meer dan 10 favorieten waarschijnlijk. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar het zit hem zo, dus we werken heel veel voor oudere mensen. En dus de liedjes dat ik breng op de optredens is echt wel om de mensen te entertainen. Het is de bedoeling dat ze meezingen, het is de bedoeling dat ze dansen. En het zijn eigenlijk deze, de 10 dat ik uitgekozen heb, eigenlijk die ook de mensen echt heel graag zullen horen en zowel kunnen zingen als dansen eigenlijk, ja. Op 1 maart is het ook feest in jouw buurt. 10 jaar Jason Bradley in België. Wat mogen we daar allemaal van verwachten? Wel, dus jaarlijks geef ik een verjaardagsshow. Maar nu, dit jaar, ben ik eigenlijk 10 jaar in België. Dus ik heb dus 7 jaar in Spanje gewoond. En we gaan dat toch wel vieren met een spetterende show. Dus ik heb ook een live band die komt spelen. We hebben een paar collega's die komen optreden. Dus het zal zeer aangenaam zijn, ja. Waar vinden mensen daar meer informatie over terug? Ja, wel, zeker en vast via onze website, dus www.jasonbradley.be, maar ook via onze Facebookpagina bijvoorbeeld. Daar wordt heel veel op gedeeld. En via de VBRO. Hè. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Meer videoreportages kan je bekijken via onze Facebookpagina.